Prinses Roosje, bedacht en gebracht door de pionnen. In een land vol heuvels, hier ver vandaan, woonde een lieve, knappe prinses. Ze leefde in een rozen paleis, met een tuin vol bloemen en fluitende vogels. Toch was prinses Roosje niet helemaal gelukkig. Ze verbleef helemaal alleen in haar rood paleis. Daarom voelde ze vaak eenzaam. Ze wou graag trouwen met een lieve, vrolijke jongen. Daarom besloot ze een brief te schrijven naar alle jongens van het land. De koninklijke vogel van Roosje bracht alle brieven rond. Eentje voor John, eentje voor Kian, eentje voor Constantin, eentje voor Xander, eentje voor alle jongens. Ridder Tommy las de brief. Hij werd onmiddellijk verliefd. Ook draak Rocky begon wel te dromen over prinses Roosje. Snel reden ze naar het kasteel van prinses Roosje. Redder Tommy op zijn paard en draak Rocky op zijn supersnelle varken. En we komen bij het paleis. Hier ze elk een dikke zin en prinses Roosje. En een prachtig boeket bloemen. Prinses Roosje weet niet goed wie ze moet kiezen. Ze bedenkt een plan. Rocky en Tommy zullen moeten strijden tegen elkaar. Eerst moeten ze de vogels vangen. Wie het meeste vogels vangen is de winnaar. Draak Rocky zwaait zijn vangnet uit en vangt één vogel. Prins Tommy strooit eerst broodkruimels op de grond. Zo kan hij 3 vogels vangen en 1 pauw. Hij wordt de winnaar. De volgende proef is een snelheidsduel. Wie dat eerste de muur aantikt, wint de opdracht. Draak Rocky heeft een super idee. Je hangt zijn slee aan zijn reisvarken en scheurt over het pad richting de muur. Dat kan ik niet winnen, zegt prins Tommy. Maar hij, wat ziet hij daar? Een katapult. Voor Tommy het weet, schiet hij door de lucht, de draak voorbij. En wat is een prinses zonder paleis? Als voorlaatste test bouwen draak Rocky en prins Tommy een gezellig optrekje voor Roosje. 2 dagen en 3 nachten zwoegen en ploeteren ze met stenen en zand. Welk paleis zal Roosje bekoren? Tot slot moeten ze prinses Roosje betroetelen met lieve woordjes. Mijn hartediefje. Dag, poepedrolly. Bent lief, knap, charmant, vrolijk. Je stinkt het allerlekkerst. De winnaar is prins Tommy. Zo superprins. Wat is Roosje blij. Ze heeft aan 4 dikke smakkers en een kanjer van een gouden kroon. En ze leven nog lang en gelukkig.